Egmonder Piet Zwaan, de maker van deze mooie film, volgt al jaren de zwanen als ze weer aankomen op het Starrevlak in de duinen bij Egmond. Als ze dicht bij elkaar gaan zwemmen en dezelfde bewegingen gaan maken, dan is de balts begonnen. Alsof je op de eerste rij zit bij de dans op het Zwanenmeer. Een paar weken later vertrekken ze naar de Slotgracht in Egmond aan de Hoef. Daar aangekomen en nadat ze eerst een oude nest hebben gefatsoeneerd, worden in een paar dagen tijd achter elkaar de eieren gelegd. Als alle eieren zijn gelegd, pas dan begint het broeden, zodat ze allemaal tegelijk uitkomen. En als dat zover is, dan trekken de ouders met hun jongen verder om een kroost op te voeden om vervolgens een jaar later in februari weer terug te komen op het Starrevlak.